Hallo, ik ben Iden. Ik heet jou welkom op ons kanaal Power Academy. Op dit kanaal probeer ik jou zoveel mogelijk te leren in verband met het knopen en werken met paracord. Wij gaan vandaag samen een tekenbandje maken. Ik heb hier al alle materialen klaargelegd die we gaan gebruiken. Moest er nog iets missen tijdens de video, dan zal je het wel horen. Wat we sowieso nodig hebben is paracord. Dit is paracord type 1. Ik heb twee stukjes van 1,40 meter en twee stukjes van 80 centimeter. Dan heb ik een kortstoppertje, noemt dat. Die kan je kopen bij verschillende winkels. Die zal ik in de beschrijving noteren. Dan hebben we tekenkralen, anti-tekenkralen of EM-kralen, wordt het ook wel genoemd. De informatie daarover vind je ruimschoots op internet terug. Twee kraaltjes om mee af te werken, dat kunnen er ook andere zijn of gewoon geen, dat is eigen keuze. Een brander, een schaar en plakband om zelfs makkelijk te touwen door de koordstopper te krijgen. Ik ga dit eventjes aan de kant zetten. Dan gaan we meteen van start gaan. We hebben dus de twee touwen van 1,40 meter nodig. Dat kan ook dezelfde kleur zijn. Ik heb nu twee verschillende kleuren genomen. En dan deze touwen. Die gaan we allemaal samen nemen. Zo, op die manier. En dan gaan we ongeveer een 20 centimeter afmeten en daar een knoopje leggen. Ik ga nu een klein bandje maken van ongeveer 25 tot 30 centimeter. Maar de afstand dat kan je natuurlijk zelf bepalen door langer of korter touw te nemen. We trekken het even aan en zo hebben we gewoon een knoopje gelegd op ongeveer, laten we zeggen, ja, dat is een 15 centimeter geworden. Dat is ruim voldoende voor een klein bandje. Wat gaan we nu doen? Je ziet dat ik hier een kort stuk en een lang stuk heb. Dat gaan we nu voor ons neerleggen. Met het korte stuk gaan we niet knopen, dat gaan we gewoon hier voor ons houden. Met het lange stuk gaan we wel knopen. Je kan, om het makkelijk te maken, ofwel een zwaar gewicht op de touwtjes leggen, of je kan dat vastplakken met plakband, dat kan allemaal. Ik ga het eerste stukje gewoon los in de hand doen, omdat ik dat zelf makkelijker vind. Wat gaan we nu doen? We gaan de cobra-knoop maken en dat is een knoop die we eigenlijk van vroeger nog kennen, de meeste toch onder ons, van de vriendschapsarmbandjes. Dat is eigenlijk exact hetzelfde. Hoe gaan we beginnen? We gaan het linkertouw nemen en dat gaan we over de twee basisdraden leggen. Dus op deze manier. En dan krijg je ongeveer een 4 te zien als je wat fantasie naar boven brengt. En dan gaan we met het rechtertouw over het touw dat we net over de basisdraden hebben gelegd. Dus daar gaan we over. We gaan naar achter toe. En dan gaan we in de lus terugkomen die we net hebben gemaakt. Hier gaan we het touw doorhalen en dat is onze eerste knoop. Dus zo ziet hij er dan uit. We gaan die naar boven trekken. En we trekken die mooi aan langs twee kanten. Ik wil nu dat het bandje recht blijft. En ik wil ook dat de kleur van boven hetzelfde blijft. Dus dan gaan we opnieuw de donkere draad, in mijn geval, bovenop de kerndraden leggen, of de basisdraden. Opnieuw een boogje maken. We gaan opnieuw de andere kleur daarover leggen, naar achter brengen, en dan in die lus terug naar voren halen. Op deze manier. We gaan weer aantrekken. Dat is ons tweede knoopje al. En zo gaan we telkens verder knopen. Dus, opnieuw. Die wat we van voor willen. Gaat over de twee basisdraden. De andere gaat daar overheen, naar achter toe, in de lus, terug naar voren komen. En we spannen aan. We hebben er nu al 3 gelegd. Ik zal even kijken of ik kan inzoomen. Op deze manier, dat is misschien handiger. Zo. Opnieuw. De donkere erbovenop. Die gaat daarover. Die gaat terug naar voren komen in de lus die we als eerst hebben gemaakt. We trekken aan. Je ziet nu duidelijk dat het donkerblauwe touw van boven ligt bij mij. Dat willen we zo houden. Dus opnieuw gaan we de donkere eerst leggen. Daar maken we die lus mee. Dan gaan we de andere daarover brengen, naar achter toe. En dan terug in de lus naar voren komen. En dat gaan we nu telkens herhalen. Ik maak altijd 9 knoopjes. Maar je kan dat zelf kiezen, hè?
Het aantal kralen die in een tekenbandje zouden moeten zitten, daar is geen consensus over. Wat ik wel al heel veel heb gelezen, is dat je er minstens 3 moet hebben. En naar gelang het gewicht van de hond moet je kijken wat werkt en wat niet werkt. Of het daadwerkelijk werkt, is nog zo'n vraag. Daar is geen duidelijkheid over. Daar zijn ook geen bewijzen van. Heel veel mensen zeggen van wel, anderen zeggen dan weer van niet. Dat is nu eenmaal iets waar we tot nu toe geen wetenschappelijk bewijs van hebben. Wat gaan we nu doen? Ik heb 9 knoopjes gelegd. Dan gaan we een kraal toevoegen in mijn geval. Jij kan er bijvoorbeeld meer of minder leggen. Je gaat die 2 basisdraadjes nemen. Je neemt de kraal en je gaat die daar gewoon overschuiven. Op deze manier. Je rijgt die naar voren. Die zit ertussen. En dan gaan we opnieuw verder. De donkerblauwe ligt van boven, dus die blijft van boven liggen. De andere gaat daarachter en komt in de lus terug naar voren. Het enige verschil nu is dat daar een kraal tussen zit, maar voor de rest merken we daar niks van. We gaan gewoon verder met het knopen. Zo, tijd voor de 2e kraal. Ik ga nu even verder knopen tot de laatste kraal erin zit en dan kom ik bij jullie terug. Zo, we zijn aan het laatste stukje aangekomen. Ik ga dat laatste stukje nu nog even knopen. Dit is dus de gekende cobra knoop. Dit is een ideale knoop om mee te starten als beginner. Ook voor gewone halsbanden is deze goed. Voor riemen vind ik hem minder ideaal. Op het begin gebruikte ik hem zelf heel vaak voor riemen. Maar ik heb gemerkt, 1, dat mijn schouders daar heel vaak heel veel pijn door deden, omdat je dan continu dezelfde richting uit moet trekken. En redelijk hard om het mooi recht te krijgen. En daarnaast schuiven de knoopjes heel makkelijk. Omdat deze niet rond een kern worden geknoopt. Gelijk bij andere halsbanden. Waardoor dat die makkelijk kunnen verschuiven. Zo, we zijn op het einde geraakt. Jullie zien dat ik hier nog redelijk veel touw over heb. Ik ga even terug uitzoomen. Zo op deze manier. Wat ga ik nu doen? Ik ga gewoon opnieuw zo'n knoopje leggen zoals op het begin. Ik vind dat leuk als die zo wat rommelig zijn. Sommigen zullen het net leuk vinden als die heel netjes langs elkaar liggen. Ik zelf vind dat net fijn als dat zo wat speelser lijkt. Zo, op deze manier. Kijk, ze krullen een beetje over elkaar, maar ik vind dat net leuk eraan. Dus ik laat dat meestal gewoon zo. Dus dit wordt uiteindelijk het tekenbandje. Je ziet, dat is maar een kleintje voor een puppy of voor een klein hondje. Ik zet er daar nu bijvoorbeeld 6 in. Anderen zullen er daar meer of minder in steken. Dat is wat ik op het begin al zei. Daar is geen echte leidraad in. Wat ga ik nu doen? Ik neem een stukje plakband. En ik ga die aan het uiteinde van de touwtjes plakken. En op die manier gaan we die heel makkelijk door de koordstopper krijgen. Ik heb zelf gemerkt dat ik daar heel veel moeite mee had om die daar allemaal mooi door te krijgen. Dat is toch wel een geprul soms. En op deze manier gaat dat eigenlijk heel vlot. Hoe ga ik dat nu doen? Je neemt de schaar. Bij deze is dat zelfs niet nodig. Hier heb ik al een puntje. Maar bij deze nu wel. Hier ga ik gewoon schuin knippen over de plakband. En dan heb ik een mooi puntje die ik makkelijk door die koordstopper kan halen. Dat ga ik nu ook gewoon doen. Dus je duwt de koordstopper naar beneden. Met een platte is dat exact hetzelfde. En kijk, je hebt die daar heel makkelijk doorgehaald op deze manier. Aan de andere kant exact hetzelfde. Zo. De koordstopper zit erin. Nu ga ik mijn 2 kralen toevoegen. Daar een pootje en hier een pootje. En nu maak ik een laatste knoopje aan beide kanten.
Zo. De plakband kan ik wegknippen. Dan heb ik meer speling om de knoop mee te maken. Kan ik de touwtjes wat langer houden. Wel zien dat ik ze niet kwijtraak. Voilà. Dus opnieuw, ik ga ze niet mooi langs elkaar leggen. Ik vind dat echt leuk, dat effect. Dat het zo wat rommelig uitziet. En dan een laatste knoopje. Op deze manier. Zo. Dit ga ik nu afknippen. Twee keer. Ik ga nu dit afbranden. Dat mag lang, dat mag pruttelen. Geen bang hebben om te lang te branden. En met de achterkant van de schaar ga ik dat plat duwen. Het kan ook met een lepeltje of met een speciale tool wat daarvoor gemaakt is. Maar je ziet, met de schaar kan dit ook perfect. En op deze manier hebben wij nu net op een paar minuten tijd een heel leuk tekenbandje gemaakt. En je ziet, je kan dat ook langs buiten draaien, zodat de kleur verandert. Dus dat is ook heel tof bij deze knoop. Zo, ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. En heel veel plezier met het maken. Dadaa!